opbrengst versneld afgerijpte wintergerst valt tegen. ZLTO wil nationaal coördinator klimaatgeweld. En Flora Holland stopt met de bloemistenklok Naaldwijk. Victoria Mengvoeders voor een voorspelbare en optimale fosforefficiëntie voor uw bedrijf. Sjaak van Birgelen in Sint-Odiliënberg dorst de afgelopen week zo'n 13 hectare wintergerst van het ras Raffaella. Vooral de laatste periode rijpte het gewas versneld af. We zijn vandaag begonnen met de eerste gerst. Hij is al droog genoeg. En dus een anderhalve week eerder was normaal. Nou, dat ligt ook in het weer, want de laatste paar dagen is het zo snel gegaan. Niet alleen de gerst, maar ook de graszaad. Die is direct zo snel afgerijpt. De opbrengsten van het perceel wintergerst vindt Van Birgelen tegenvallen met krap 6 ton per hectare. De vorige jaar met al die regen viel het ook tegen, maar nu valt het ook tegen. Dat is, dat mag wat meer zijn. Wat is de opbrengst? 5,5, 6 ton. Maar normaal, vorige jaar zaten we aan de 7, maar toen kregen we daar ook, net voor de oost, kregen we daar een flinke onweersbui met hagel in. Ja, en toen lagen we ook al 1,5 ton op de grond. Komende week gaat hij bij collega-akkerbouwers in de buurt verder met de oogst van wintergerst en graszaad. De ZLTO wil dat er een nationaal coördinator komt die bij nieuwe schades door noodweer zorgt dat hulp snel op gang komt. Deze week is het een jaar geleden dat de regio rond Zomeren en Bergijk werd getroffen door een hagelstorm. Tegen Omroep Brabant laat de ZLTO weten dat bij nieuw natuurgeweld een nationaal coördinator de regie over de hulpverlening op zich moet nemen. Ook moet deze een stem krijgen bij het afhandelen van schades. Naar voorbeeld van de Nationaal Coördinatoren voor Terrorismebestrijding en voor Bodemverzakkingen in Groningen moet de coördinator klimaatgeweld bij nieuwe extreme stormschades een centraal aanspreekpunt zijn. Flora Holland sluit per 1 oktober de bloemistenklok in Naaldwijk. Volgens Flora Holland kopen klanten steeds meer digitaal en is het lastig om het aanbod op deze klok breed genoeg te houden. De digitale inkoop is onder andere toegenomen doordat de tarieven hiervoor zijn verlaagd. De bloemistenklok in Naaldwijk is 3 jaar geleden begonnen toen Flora Holland de vestiging in Blijswijk sloot. Tegelijk met het besluit om de klok in Naaldwijk te stoppen, heeft Flora Holland besloten dat fysieke klokken in Rijnsburg en Eelde voorlopig blijven draaien. LTO Noord-Hollands Kroon stond dit weekend op de sale in Den Helder. De afdeling heeft tijdens het evenement de titel Agrarische Hoofdstad van Nederland gelanceerd. En eigenlijk zo, tijdens zo'n groot evenement als sale hier kan je ook geen betere plek bedenken om zo'n slogan te lanceren. Wij zijn er echt ontzettend trots op. Dat we dit samen met KNVB en de gemeente hebben kunnen realiseren. Ik bedacht me vanochtend nog dat we hierheen gingen van jeetje, als je toch rondkijkt hoe tof het hier allemaal is. Nou, dat hadden we echt als LTO Noord zijnde niet alleen kunnen doen. Dat hadden we echt niet gered. Dus ik ben echt enorm blij met alle hulp en medewerking die we hebben gekregen vanuit de gemeente vandaan. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ook de gemeente had het niet alleen kunnen redden. Dus ze hebben het gewoon echt samen gedaan en het klopt gewoon. Hollands Kroon is de agrarische hoofdstad van Nederland en we staan als een huis. Kijk maar rond. Voor de tweede tranche van de stoppersregeling hebben 70 boeren zich aangemeld. Dat aantal is veel lager dan de 497 melkveehouders die in de eerste ronde meededen. De geringe belangstelling heeft vermoedelijk te maken met de veel lagere stopperspremie van €730. In de eerste ronde ontvingen stoppers €1200 premie per melkkoe. Volgens RVO is tijdens de eerste twee periodes van het fosfaatreductieplan 7,1 miljoen kilo van de beoogde reductie van 8,2 miljoen kilo fosfaat behaald. Hierdoor blijft de sector op koers voor het behoud van de derogatie. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl.
Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws kijk op onze website nieuweoogst.nu of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube. Victoria Mengvoeders voor een voorspelbare en optimale fosforefficiëntie voor uw bedrijf.